Nou, ik ben bij Leroy. We zijn gestopt. Maar ja, we gaan ze even eten geven en buiten zetten. Want we willen altijd nog helpen. En ja, we vinden het en dan kan ik ook nog even iedereen knuffelen en zo. Dus ja, ik ga zo meer filmen. Kleintjes wortels geven. Hou jij heel even vast. Ja. Ga ik terug naar Fleur. Quincy, Julia en Leroy. Nou, kijk uit! Meloen! Hey! Julia! Even kijken, wie ben jij? Quincy! Quincy, jij had veel gekregen, hè? Hé, hey, niet bijten. Stouterd. Hé, hey, doe eens niet. Stouties. Nee, ik heb geen wortel meer. Hé, hey, hou eens op. Stouterd. Ik heb geen wortel meer. Nee. Zo omdraait een kost. Sherry. Kom maar, wijfie. Sherry. Goed zo. Ja, hi jongens. Zal ik niet verder lopen hoor? Jij daar. Hey. Quincy, even naar achteren. Naar achteren, kom op. Die kleintjes toch ook. Julia, helpt jou. Oh. Ik ben weg. Dank je, Julia. Oeh, lekker. Ja, ik wacht altijd een wachtbuisje. Ik ga kijken, Hilleke. Het is 9:30. Nee. Ik best lief hoor. Best wel heel erg lief. Wow. En een beetje rondkijken hier zo. Ja, voelen. Ik zag het niet. Ciao. Oh, dekens. Heel veel dekens. Heel veel dekens. Allemaal dekens. Nu sta ik hier achter. Nu niet meer. Even kijken, Marina. Gaan we zo even hooi vullen met de kruiwagen. En gaan we nog even die andere twee zakken voor hem vullen, ja? Ja. Moet je andersom lopen? Maar dat vind ik echt niet zo. Nee, ik moet het zelf doen. Oké. En dan gaan we zo naar links. Ik krijg wagen. Ik ben heel slecht met het bochtjes maken met een kruiwagen. Wauw, mama, kijk uit! De kruiwagen staat stil. Stuur me een beetje weg. Oh, ik kom er niet op. Mislukt. Bijna. Oh, hier zitten toch geen ratten? Ik viel bijna van de hooiberg af. Ik heb allemaal hooi in mijn broek.
had gewoon een spijkerbroek aangetrokken. Ja. Goed, hè? Dan moeten ze ook nog even naar de kapper. Waar moeten we helemaal naartoe? Ja. Oké. Kijk uit. Sorry. Zwaar, zwaar, zwaar. Sorry. Dat wist ik niet. En dan gaan we ik denk dat dit wel genoeg wegen. Is. Zo. Nou, draai je maar even om. Dan hebben we hier de weegschaal staan. Zet ik hem erin. 3,2. Nog een klein beetje eruit. 8,7. Ja, 3 kilo voor je nooi. Nou, dan gaan we de andere zak vullen. Dan mag ik weer met de kruiwagen. Hop. Dit is, dit is voor de meisjes. Ze komen steeds met me mee. Maxime is een beetje onrustig. Marie, waar ben je? Ik ben bij de hoofdzaak in Moerdrecht, de kapper. Wat ga je doen dan? Ik ga mijn haar een beetje bij je laten knippen. Oké. Ik denk, ik heb hier water. Oh, dat is haar. Ik denk, even kijken hoor. Ik denk, gadver, wat zit er nou voor een sigaret aan mijn hand? Kijk haar. Nee, ik kan mijn hand niet recht houden. Water. Auw, het is nu heel erg warm. Ik ga hem lauw zetten. Oh, mooi. Nu staat hij in middel voor. Waaah! Het is weer warm. Nu ga ik hem heel koud zetten. Dat gaat mis. Zo, nu niet. Oeh, koud. Het is lekker. Dan zet ik hem nu uit. Lekker koud hoor, dus het is nog niet wakker. Echt wel. Oh, ruikt lekker. Marie, hoe zit jij nou op de stoel? Achter is die van beneden. Even kijken hoor, ik ga even onder het kleedje koekeloeren. Nou ja. Oké. Ik vind het heel leuk. Ja, bij de hoofdzaak, hè, daar kunnen zulke soort dingen gebeuren. Ja. In Dordrecht. Ja. Ja. Dus ik moet die dagen bij ook, dus ja. Je moet je stoel omhoog zetten. Nou, daarom zit je achterstevoren, dat de oma Gunnie niet zoveel werk hoeft te verrichten. Ja. Ga je doen? Ik ga mijn haar kort laten knippen, net als wat mama heeft. Dat is wat ik heb. Nee, wacht. Ik wil het toch lang. Wat wil je nou? Ik wil het toch lang. Oké. Jongen, jongen. Ja. Hey. Mooi. Kijk, hè, draai even zo blijven zitten. Oh, ja, dan draai je weer te ver. Ja, netjes, dame. Ja. Binnenkort even oefenen met vlechten. Een nieuwe paspop. Kijk, zeg ik mijn handje, maar zou ik elkaar vast? Dat is echt. Kijk, dit is Sjaan en dit is Beb. En Beb wil maar geen handje geven. Beb. Sjaan wel. Zijn we? Ja, ik wel. Zo. Weer een andere? Ja, dit is Suus. Dit is Suus, oké. Ook al onthoofd. Ze hebben allemaal geen hoofd, Marie. Nee. Oh, daarom voelt ze misschien zo koud aan. Hoi. Hoi. Wat doe je? Ik heb een papegaai. Waar? Op mijn arm. Hallo. Wat leuk. Ik ben
En jij staat hier in het winkelcentrum. Je hebt een heleboel papegaaien. Ja. Allemaal lieve papegaaien. Groene papegaaien. Oh, er komt even een groene papegaai bij. Die zijn leuk. Nou, nemen ze mee? Nee. Leuk man. Ja. Maar nu kan je niet zwaaien.